Snelle Christa heeft een nieuwe tent gekocht voor de komende pretparkvakantie. Dus ja, die moet wel eventjes uitgeprobeerd worden. Maar hoe zet je nou zo'n nieuwe tent op? We hebben de Coleman Vespucci 4 gekocht. En ja, wat hebben we dan nodig? De tent en een hamer. Laten we snel beginnen met de eerste stap. Dat is het uitpakken van de tent, het uitrollen en het sorteren van de stokken. Uitgerold, zetten we eerst losjes de hoeken vast. Let op, losjes, niet strak. Zo, die wijkt niet weg terwijl we de stokken uitzoeken. Heel handig, bij de haringen zitten ook een paar reparatiestukjes in. Een setje met rode en een setje met gele stokken. Ja. Gele zijn voor achterin, de rode voor voorin. De grote bundel grijs is voor het middengedeelte. Verschillende sokken. De sokken met het extra metalen stukje met het gaatje moeten in het voorste gedeelte. Die zonder gaatje in het achterste gedeelte. Het is het makkelijkste om van de dikke stangen eerst alleen het bovenste gedeelte erin te doen en daarna de zijkanten erin te prikken. De stangen gaan daarna lekker makkelijk onderin met een pinnetje aan de onderkant vast aan het tentdoek. Deze moet in de stangen. Oh ja! Laatste stang hierin.
stukken erin zitten. Zetten we de vier hoeken strak. En daarna klippen we alle stukken tenthoek vast aan de stangen. Nou, de rest van de tent vastzetten. Eerst de zijkanten en dan de scheerlijnen. Voor de stevigheid in de wind is het belangrijk dat je de scheerlijnen vastzet in een hoek van ongeveer 45 graden. Dan hoef je geen geodriehoek bij neer te zetten. Tussen de 30 en 60 is prima. Aangezien veel kampeerders en festivalgangers er nog veel problemen mee hebben, scheerlijn-schuifhaakjes gebruik je zo. De kant van de haring, daaraan wordt getrokken, het dubbele draad. En in het bovenste twee gaatjes gaat de draad richting de tent. En dan blijft hij mooi op zijn plek zitten. Dan kan je hem wel naar boven schuiven om strakker te doen. Maar als eraan wordt getrokken aan beide touwtjes, blijft hij goed vastzitten. Aanspannen. Waar zijn we mee bezig geweest? Een kwartiertje, 20 minuten of zo. Prima. Dan moet alleen de binnentent nog. Maar voor zeker de eerste keer opzetten, viel ze niet tegen. Het is een makkelijke tent om op te zetten. En nu de buitentent in elkaar zit, gaan we snel naar binnen om de binnentent erin te hangen. Eén binnentent. En volgens de handleiding is het belangrijkste dat het rode haakje in het midden naar het rode haakje in het midden terecht komt. Nog één rood haakje in het midden, zal je andere hier vast aan zitten. De onderkant van de binnentent kun je heel makkelijk vastklikken in de hoekjes en de zijkanten. En hier hebben we het achterste rode haakje. Die moet aan het achterste rode ringetje. En om niet om het doek te gaan staan, is het handigste om van achter en voren te werken. Die hangt ook alweer. Dan is het alleen nog een kwestie van het oppompen van het luchtbed. Stoelen erin zetten en dergelijke. Maar dat weet iedereen zelf wat te doen. En je moet het natuurlijk zo inrichten als je het zelf wil. Ik maak helaas niet veel meer van dit soort video's. Maar ben je toch geïnteresseerd in wat we met deze tent gaan doen? Abonneer dan eventjes. En vond je het sowieso leuk? Doe even een duimpje omhoog.